het nieuws voor de smartphones bij de Mobile World Congress. Aan de ene kant heb je Samsung, die natuurlijk weer komt met een 700 euro telefoon. Zo mooi en glanzend met een fantastische 20 megapixel camera. En waar ook allemaal prachtige schermpjes die gebogen zijn. Nou, dat is aan de high-end kant. Aan de andere kant heb je LG. Die zorgt ervoor dat niet alleen maar de randen gebogen zijn, maar het hele scherm gebogen is. En als je dan kijkt, ZTE die scoort enorm met het scannen van de ogen. Biometrische herkenning met security. Waarbij je gewoon je phone kunt ontlokken door naar je ogen te kijken. En dat is dan niet met een fotootje te omzeilen. En dan zien we een race naar de prijzen die naar beneden gaan. Je ziet hier ook bij Acer, mooi apparaat. Alles moet nu tegenwoordig heel dun zijn. Heel slank en ook heel licht. 4G-telefoon met een mooi helder scherm. En het bijzondere is 199 euro met een quad-pro processor. Of 299 met een octo-processor. 8 processors bij elkaar. Veel 4G-telefoons, goedkoop en toch heel mooi en elegant. Bij Alcatel zie je telefoontjes ook met 4G, doordat al die chipsets zo goedkoop worden, vanaf 129 euro. Maar wat werkelijk het allergoedkoopste is, is Firefox. Firefox is heel bijzonder, die hebben een operating systeem gemaakt. En de goedkoopste smartphones die ze daar hebben, is $22. Echt met een kleurenscherm, met een camera, werkt hartstikke goed. $22, want op het ogenblik hebben 2 miljard mensen een smartphone. En dat gaat groeien naar 6 miljard. En dat is het nieuws van Mobile World Congress 2015.